De man die niet in het graf bleef. Een hoorspel van Marcel Dornier in de vertaling van Katja Spierdijk-Ernst. Gij kunt het proberen bij Rabbi Asriel, Maria Magdalena. Maar ge weet, Rabbi Asriel is een Sadduceer. Trots en onverschillig zoals alle Sadduceers. Bij de hoge priesters zult gij niets bereiken. Bij de hoofdman van de tempel ook niet. Tot Pilatus wordt gij niet toegelaten. Rabbi Asriel is je enige kans. Wacht hier. Rabbi, een smekelinge. Wie is het? Ze heet Maria en komt uit Magdala. Rabbi, verhoor mijn beden. Lenig mijn ondraaglijke smart. Sta op. Zeg wat ge te zeggen hebt. Geef mij en de moeder van Jacobus toestemming het lichaam van Jezus te balsemen. Waarom komt ge daarvoor bij mij? Ga naar Nicodemus en Jozef. Zij hebben de Galileër begraven. De wachters houden iedereen tegen. Ze laten niemand bij het graf toe. Daar hebben ze hun redenen voor. Sta op. Ik zie niet graag vrouwen op de knieën liggen. Het is geen schande voor hem op de knieën te liggen. Aan mijn knieën brandt nog de aarde van Gethsemane, waarop de Messias voor ons knielt. Ondanks de aarde van Gethsemane die aan uw knieën brandt, kan ik uw verzoek niet inwilligen. Moogt gij meer barmhartigheid ontmoeten als de nood u op de knieën dwingt. Rabbi, een verzegelde brief van Annas, de hoge priester. Leg maar op tafel. Vertel eens, Jozef. Gij weet er immers alles van. Waarom liggen al die vrienden van de Galileër op hun knieën in Gethsemane, waar hij gevangen genomen is? Op Golgotha en bij het graf mogen ze niet treuren. Dus treuren ze in Gethsemane. De Messias heeft daar zijn zwaarste strijd gestreden. Daar komt de schatmeester. Laat mij met hem alleen. Barmhartigheid. Altijd hebben die dwepers het over barmhartigheid. Had hij ons maar vervloekt. Hij stierf en liet ons met zijn vergiffenis zitten. Vrede zij met u, Asriel. En met u, Ruben. De hoofdman des tempels zal spoedig hier zijn. De Galileër is dood. Ik kan het niet dikwijls genoeg herhalen. Hij is dood. Eindelijk heeft het graf hem dan toch in zijn greep. Laten we de Heer een dankoffer brengen. Maar ons verstand, Ruben. Wat zal dat ons morgen zeggen? Hoe haalt zo'n timmerman uit Nazareth en in zijn hoofd zich te verbeelden Gods zoon te zijn? Hij zwijgt nu voorgoed. Velen zwegen voorgoed, wier woorden toch verder leefden. Gij zijt bang? Hij beschikte over wonderbaarlijke krachten. Asriel, al die mensen die hij zogenaamd genezen heeft en uit de dood heeft opgewekt, waren zijn volgelingen, speciaal afgerichte komedianten. Simon de Magier brandde van haat jegens zijn concurrent. Ik beloofde Simon een grote som geld als hij het bedrog van de wonderdoener kon bewijzen. Simon kwam er neergeslagen terug en weigerde die Jezus van Nazareth nog langer te bespioneren. Waarom? Waarom? Waarom ben ik gaan nadenken nadat ik de man heb zien sterven? Omdat ge te veel in Griekse geschriften studeert, Asriel. Dat maakt wankelmoedig in geloofszaken. De God van Israël is onze Heer. En zijn wet is mijn wet. Ook de mijne, Ruben. Israël handhaaft deze wet ondanks Rome. Daarom moest deze ongelukkige ter dood gebracht worden. Volgens mij moest deze man terechtgesteld worden omdat hij zo vermetel was. Ons priesters die de Heer dienen noemde hij zonen van Satan. Hij zei, de wereld haat mij omdat ik zeg dat haar werken slecht zijn. En wie heeft die wereld geschapen? De Heer God Sebaot, zo leerde Mozes.
En toch, deze timmerman... Deze timmerman durfde openlijk te prediken. Wanneer gij bidden wilt, ga in uw binnenkamer en bid uw vader die in het verborgen is. Weet gij wat hij daarmee bedoelt? Dat wij priesters wel op kunnen houden en uit bedelen kunnen gaan. Als wij tenminste geen zin hebben het land te gaan bewerken. Verachting van de wetten van Mozes. Godslastering. En alsof dat nog niet voldoende was, praalde de dwaas. Breek die tempel af. Uw eigen binnenkamer is voldoende. En voegde eraan toe. Binnen 3 dagen zal ik hem weder opbouwen. De dwaasheid ten top gevoerd. Daar komt de hoofdman. Met de tempel bedoelde hij zichzelf. Zijn leven. Hij beloofde zijn aanhangers dat hij binnen 3 dagen zou terugkeren uit de dood. Daarmee brengt hij zijn eigen leer de genadeslag toe. Leven en dood, wie kan dat verklaren? Lijkt een terugkeer van deze opruier u dan wenselijk? Ik herhaal wat ik bij de rechtszitting heb gezegd. Indien Jezus uit de dood zou opstaan, zouden we hem wederom het zwijgen moeten opleggen. Hij verklaarde het leven op een onverdraaglijke manier. Ik zal wel zorgen dat die wonderdoener niet opstaat. Pilatus heeft aan Nicodemus en Jozef toegestaan zijn lijk in een graf te leggen. Mijn betrouwbaarste mannen zullen geen stap verzetten voor de grafsteen verzegeld is. Daarna zal een onpartijdige Romeinse wacht het graf bewaken. Uitstekend. Het volk was zeer onder de indruk. De openbare terechtstelling in al zijn Romeinse gruwelijkheid was een grote fout. Ik had hem in alle stilte willen uitschakelen. Met eenmaal toen hij in Galilea begon met zijn opruiende praatjes. Maar op wiens steun kon ik rekenen? Zolang ik nog enige invloed bezit in het Sanhedrin zal ik sluipmoord verhinderen. Het was verstandig geweest deze man geluidloos te laten verdwijnen. Daar ben ik het mee eens. Wie nu nog over de Messias durft te praten zal ik zonder meer het zwijgen opleggen. Zowaar ik hoofdman des tempels ben. Hij heeft onze nationale zelfstandigheid in gevaar gebracht. Hoe kunnen wij van Rome meer vrijheid verwachten als er iemand op de markt staat te schreeuwen dat hij niet gekomen is alleen om de vrede te brengen, maar ook het zwaard? Opstand tegen Rome betekent de vernietiging van Israël. Uw handel zou er in elk geval onder lijden. Ieders handel, ieders verdienste, ieders voorspoed, ieders eigendom. Hij wilde niet tegen Rome ten strijde trekken, maar tegen ons doen en laten. Jij lijkt ook wel door hem verleid. Ik heb voor zijn dood gestemd. Ik begin te geloven dat ge voor zijn dood hebt gestemd, omdat ge jaloers was op deze wijze timmerman. Tot nu toe was jij de enige wijze in Jeruzalem. Laten wij bij de zaak blijven. Ik heb voor Jezus dood gestemd, omdat wij nog niet rijp zijn voor een leer die meer van ons vergt dan wij kunnen opbrengen. Het parool van zijn aanhangers was omwenteling, door middel van Jezus. Het was onze plicht geweest het Sanhedrin voltallig bijeen te roepen. Niet overhaast, midden in de nacht. Het volk stond toch achter ons? Het door u omgekochte gepeupel, ja. Dat schreeuwde kruisigt hem. Om bij Pilatus in het gevlei te komen. U wilt mij dus betichten van onrecht. Onrecht waar ge zelf aan meegewerkt hebt. Annas en Caiaphas hadden hun oordeel al geveld nog voordat wij ons konden beraden. Jezus moest weg voordat het hele volk in woede zou ontsteken. U haatte Jezus, omdat hij die 101 onnozele geboden verachtte die uw buidel spekken. Met boetegeld. Omdat gij als priester water bij de wijn doet zodra dat in uw kraam te pas komt. En gij dan, rabbi? Waart gij niet vertoornd toen hij dat u zei? Dat hij die zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, overspel pleegt? Nou? Zelfs na zijn dood zaait hij nog tweedracht. Als rustig verder leven nu is niet ons hoogste doel is. Ons hoogste doel is de Heer, God Sebaoot, de schepper der wereld te dienen. En iedereen te verdelgen die hem weerstreeft. Ons eerste doel is nu te zorgen dat het rustig wordt. Ik ga het graf controleren. En als die timmerman niet net zo opgevreten wordt door de wormen als alle anderen voor hem, mag ik een stinkende melaatse worden. En zal het kruis waarin hij gestorven is mij verpletteren. Bij Mozes en de profeten. Als die opstaat uit zijn graf, zal ik de spijkers verslinden waar hij aan gehangen heeft. Ik moet nu gaan. Er is een karavaan aangekomen uit Tyrus met scharlaken doeken en Venetisch glas. Ik ga met u mee. Socrates schatte de mensen te hoog en werd veroordeeld tot de gifbeker. Kon de dode mij maar bewijzen dat ik hem te laag geschat heb? Misschien was hij toch de zoon van God. De moed waarmee hij alle kwellingen doorstond, zoals hij stierf. Ach, nutteloze gedachte. Het graf houdt vast wat men het toevertrouwt. Een afgezant van een barmhartig God. Wat heeft die op onze wereld te zoeken? Genoeg.
Deze dag zal weldra door een andere opgeslokt zijn. Rabbi, uw moeder. Vrede zij met u. De vrede hebt ge mij ontnomen, mijn zoon. De edele profeet. Geen woord meer over hem, moeder. De armen en verlatenen, de zieken en zwakke wenen om hem. Dat gij voor zijn dood hebt kunnen stemmen. Hoe vaak zal ik het u nog moeten zeggen, moeder? De veiligheid van Judea eiste zijn dood. En is die veiligheid dan nu gewaarborgd? Voor eeuwig? Een zieneres heeft geprofeteerd. Zieners en wichelaars worden door God vervloekt. Zij zijn de enigen niet die Gods toren opwekken. Zijt gij zonder zonden? Gij hebt uw vrouw verstoten omwille van een veel jongere. Ik heb me van haar laten scheiden omwille van een vrouw die hier op aarde met me leven en ademen wil. In plaats van een die steeds bezig is zich in de hemel in te kopen. Versta ik u goed? Niet iedereen kan zich beheersen als onbegrip hem buiten zichzelf brengt. Veronica vecht voor uw ziel. Genoeg, moeder! Mijn ziel heeft geen hulp van noden. Ik ga, mijn zoon. Oh. Onmogelijk, zo'n man die alles van je eist, te dulden. Beval hij niet om de diepste roerselen van je ziel ernstig te nemen? Het afschuwelijke van die man was zijn eerlijkheid. Wie hem hoorde, moest hem bestrijden. Wie hem bestreed, vocht tegen zijn eigen inwendige verlangen. Rabbi, uw vrouw Veronica wenst u te spreken. Ik heb geen vrouw Veronica. De wet verbiedt gescheiden vrouwen het huis van haar vroegere echtgenoot te betreden. Zend haar weg. Asriel, heb je de brief van Anna's al opengemaakt? Nee. Oh, wees niet onvriendelijk tegen uw vrouw als anderen u lastigvallen. Asriel, de dienaar van Anna's die u de brief bracht, heeft mij een kistje overhandigd. Kijk eens wat erin zit. Een halssnoer, armbanden, oorringen. Geschenken? Zendt Anna's uw goud en edelstenen? Oh, zijn vrijgevigheid maakt me bang. Anna's was bang dat gij u tegen het vonnis zou verzetten. Uw mening is zeer belangrijk in Jeruzalem. Was hij bang dat ik me tegen het vonnis zou verzetten, geklets? Ik weet het van zijn schoondochter. De vrouw van Pilatus begon partij te kiezen voor de Galileer. Gij luistert niet eens. Wat staat er in die brief? Een schenking. Een olijvenhof. Gethsemane. Een landgoed aan de voet van de Olijfberg schenkt Anna's u. Oh, daar hebt ge al zo lang naar verlangd. De aarde is daar zeer vruchtbaar. Oh, een vorstelijk geschenk. Omdat ik ja gezegd heb tegen Jezus' dood. Betaling voor mijn oordeel. Deze belediging wijs ik af. Geschenken? Nee. Ik ga naar Anna's. Geef hier die sieraden. Maar dat is een klap in Anna's gezicht. Het zou verachtelijk zijn voordeel te trekken uit een dood die zijn enige rechtvaardiging vindt in de noodzakelijkheid. De oproerkraaier is er niet meer. Een oproer voorkomen door uw medewerking. Anna's zegt u dank in Judea's naam. Anna's is even machtig als Herodes en Pilatus. Wilt hem voor het hoofd stoten? Abokai doet de sieraden af. Ik beveel het u. Ge zijt alleen maar zo ontstemd, omdat Veronica zich weer heeft aangediend. Ze is niet voor niets hier naartoe gekomen. Zij die uw bezitting heeft verkwist en uw straatarm en belachelijk heeft gemaakt. Zij is niet binnen geweest. Maar toch, Abukai, ondanks al haar vreemde gedragingen die ik haatte, zou ze niet zulke dingen tegen me gezegd hebben als gij nu. Zij heeft u van al uw haven en goed afgeholpen. Daar was ze uiterst bedreven in. Ze zou rustig hebben toegezien hoe ge uzelf ruïneerde terwille van haar edelmoedigheid en zielenadel. Wat ze ook gedaan heeft, gij hebt er alleen maar voordeel van gehad. Ze heeft zich bij bedelaars, lichtekooien en andere gespuis ingedrongen. Ja, ingekocht. Als nobele ziel. Te alle tijden bereid tot het schenken van onbegrensde middelen. En ik, die uw huishouden zo goed mogelijk en met verstand bestuur, ik ben gierig. Ik zie dat toch iedere dag aan het gezicht van Jozef en dat van mijn dienaressen. En die Jezus moedigde dat uitvaagsel nog aan ook.
Voor hem was een mens alleen maar wat waard als hij haveloos was. Als hij naar lichaam of ziel gebroken was. Wie wat bezit en het niet vrijwillig om zich heen strooit, deugt niet. Nou, geen wonder dat Veronica zich aan die Jezus opdrong. Het gaat niet om Veronica. Doe die sieraden af. Een landgoed versmaden, dat men zomaar aan uw voeten legt. Elke gunst die men u wil bewijzen, weigeren. Twist zoeken met degenen die over ons gesteld zijn. Het is Veronica die u tot zulke daden drijft, omdat zij ons haat. Veronica haat niemand. Veronica haat niemand. Als ze dan zo engelachtig, zo volmaakt is, waarom hebt ge dan met haar gebroken? Omdat engelen geen goede vrouwen zijn. Och, Asriel, ge zijt een wijs man. En ge bedriegt uzelf. Ge haakt naar al mijn bekoorlijkheden en toch mijn hart kunt ge niet bedriegen. Onze ziel, Abu Kai, is nauwelijks ons eigendom. We kunnen haar niet opbergen in een schrijn. Ze is een schaduw die we niet kunnen grijpen. Een dwaalgeest die onze wil om de tuin leidt. Voor zover ze me vertrouwd is, behoort ze aan u. Als ge van me houdt, en ik weet dat ge dat doet, volg dan mijn raad. Breek niet met Annas. En wat ik daar straks gezegd heb, Asria, heb ik niet gemeend. Ik was woedend over die vrouw die daar beneden staat te wachten, omdat ik voel dat ze u onheil zal brengen. Gij hebt het schuldig uitgesproken over Jezus, omdat hij schuldig was. Hij heeft kinderen van hun vader gescheiden, mannen van hun vrouwen, het volk van zijn aloude vertrouwde God. Omdat hij uw priesters voor huichelaars uitmaakte, zichzelf in zijn euvelmoed tot Gods zoon verhief, terwijl hij met tollenaars, zondaars en lichtekooien omging. Met recht hebt gij hem verworpen. Met recht. Volgens ons recht dan. Maar toch had hij een bepaalde bedoeling met zijn denken en doen. Een opruiende, onheilbrengende bedoeling, ja? Een wereldhervormende bedoeling. Asriel, gij hebt het schuldig uitgesproken over deze man. Als ge nu na zijn terechtstelling bewondering opvat voor wat hij wilde, doet ge afbreuk aan uw eigen woorden. Denk niet meer aan die man. Wis de herinnering aan hem uit. Ik heb u gesmeekt niet naar Golgotha te gaan. Ge zijt toch gegaan. Moet een rechter dan beven voor de plaats van de terechtstelling? Terechtgestelden hebben het vermogen degene die hen ter dood liet te brengen te doordringen van hun haat. De Galileer haatte niet. Ik heb hem zelf horen roepen, vader vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen. De Galileer haatte niet. Nee, daar straks hebt ge gezegd Veronica haat niet. Een mens die door anderen ter dood gebracht wordt, haat. Bij mensen is dat heel gewoon. Ja, maar niet bij Gods zoon en bij Veronica. Asriel, denk toch aan de rechtszitting. Die man aan het kruis was een proselietenmaker. Sinds gij hem hebt zien sterven, zijt ge veranderd. En daarbij komt nog die vrouw die zijn schaduw was. Ik ben geen knaap meer die zich buigt voor de wil van een vreemde. Deze stervende man heeft de grondslag van mijn denkwereld ondermijnd. Goed. Hij is dood. De Galileer ging ten gronde aan proselieterij. Wat hij de stem van zijn vader noemde. Hij vergiste zich. De vader van onze wereld is niet barmhartig, niet goedgunstig, niet vergevingsgezind. Nee, de bloedige schepping getuigt niet van een milde vader. Dwaas die ik was om naar een innerlijke fluisterstem te luisteren. De buitenwereld die om ons heen raast, dat is onze vader. Dienstkinderen zijn wij. Ja. Ja, zo is het, Abu Kai. Ik was mezelf niet meer. Nog ben ik Asriel en gij de schone Abu Kai. Uw hals zal zijn gouden sieraad hebben en uw handen hun fonkelende vreugde. Tooi u, Abu Kai, en lach tegen me.
Laat Annas onze weldoener zijn. Neem mirre en nardus en reukwater van de avondlelie dat dronken maakt. En zij, naar beneden? Zij! Als je me niet vertrouwt, zend haar dan zelf weg. Liever niet. Ik heb haar door Jozef op straat laten zetten. Ik vermoed dat ik weet wat Veronica tot u drijft. Ze heeft een doek bij zich. Op weg naar Golgotha bezweek haar Messias onder zijn kruis. Veronica viel op de knieën en droogde zijn gezicht af met een doek. En? En men zegt dat zijn gezicht afgedrukt staat op die doek. Dat is ziekelijke verbeelding van Veronica. Laat ze die man bewenen als ze wil, maar niet zijn bloedig beeld aan het hart koesteren. Afschuwelijke dweepzucht. Kom, laat ons deze sombere dag vergeten. Ga nu en verwacht mij. Ik schrijf nog even een brief om Annas te danken. Goed. Jozef. Rabbi. Ga naar Annas, de hoge priester. En geef hem deze brief, persoonlijk. Goed, Rabbi. Ik ben het mezelf en mijn vrouw verschuldigd. Een landgoed aan de voet van de Olijfberg. En de gunst van een hoge priester vergooit men niet zomaar. Nee, meesteres, u kunt niet naar mijn meester toe. Laat me gaan, Jozef. Hij moet het zien. Asriel, kijk naar mijn doek. Herkent ge hem? Veronica. Wat betekent dit? Kom niet dichterbij, nee. Hem hebt ge veroordeeld. Vrede zij met u, Asriel. Jozef! Jozef, zijt ge daar nog? Ja, Rabbi. Kom terug! Geef terug die brief. Had uitdrukkelijk bevel haar niet binnen te laten, nietwaar? Spreek. Mijn vroegere meesteres was als een moeder voor me. Wiens brood eet ge? Het brood van mijn meester. Ge zoudt met de zweep moeten hebben. Ge vertrouwt op uw leeftijd. Ben ik soms een slechte meesteres? Heb ik u ooit kwaad gedaan? U bent rechtvaardig. Je hebt uw meester een zeer slechte dienst bewezen door die vrouw binnen te laten. Ga heen. Jozef? Jozef, ik weet dat ge een aanhanger zijt van een nieuwe leer. Ik weet dat ge denkt dat uw meester ongelijk heeft. En ik weet dat ge omgang hebt met hen die nu zijn vijanden zijn. Meesteres, de nieuwe leer wil geen vijandschap. Jezus... Ik wil die naam hier niet meer horen. Walgelijke huichelaar dat ge zijt. Gij alle druipt van edelmoedigheid, maar pas op. Net als een kat trekt ge uw klauwen in totdat ge ze nodig hebt. Als ge Veronica nog eens durft binnen te laten, zult ge uw oude dag niet in dit huis slijten. Ik ben een slaaf. Dat stemde me bitter. Mijn vroegere meesteres heeft me verlost van mijn wrok. En de man die gisteren moest sterven, heeft me aan het verstand gebracht dat het niet de moeite waard is om te twisten en een ander te benijden. Wij stijgen boven onszelf uit, de oogst van ons leven tegemoet.
meesteres, als u deze man gezien en gehoord had. Ik heb hem niet willen zien. Ga. Deze dode dringt door de muren heen. Abokai! Abokai, ik heb me met mijn eigen ogen ervan overtuigd. Het voorhangsel van de tempel is in tweeën gescheurd. Van boven naar beneden. Rond het 9e uur toen hij stierf, zeggen de tempelwachters. Ach, zijn aanhangers hebben het in tweeën gesneden. Gesneden, gescheurd is het. Simon de Magier heeft het scheuren uitgelegd als een op handen zijnde scheuring in het geloof. Wat kwelt u toch zo, die ellendige vrouw met haar toverdoek? Nee, mijn droom over de stenen tafel van Mozes. Altijd weer die droom, vergeet hem toch. De stenen tafel drukte op me als een grafsteen. Vlak voor mijn ogen zag ik de woorden, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet doodslaan. Gij hebt niet gedood. Gij hebt gericht. Ik moest richten. Mozes bracht de stenen tafelen mee van God. Gij zult niet doodslaan. En roeide de Moabieten uit. Jozua moorde Kanaan uit. En werd door God gezegend. Ik heb niet gedood. Ik heb de vrede beschermd. Wat verdedigt ge u toch tegen uzelf? Ik verdedig me niet. Gij zult niet doodslaan. Wel moorden, indien het u tot voordeel strekt. Wij mensen hebben een God nodig die moorden rechtvaardigt. Gelasterd God. Spreek ik onwaarheid? Och, de waarheid is een levensgevaarlijk helper. Gij zult niet doodslaan. Ge hoeft dit woord niet te vrezen. Ge moet het uit uw hoofd zetten. Ge slaapt niet, eet niet, weet niet meer wat ge zegt. Ge hebt een heelmeester nodig. Die man had het over een God die beval, hebt uw vijanden lief. Laat de woorden van zo'n ongeletterde handwerkman u toch niet van streek brengen. Iemand die zulke onverbiddelijke eisen stelt, kunnen we niet gebruiken. De man is dood. Maar zijn woorden leven. En klinken nog luider dan bazuinen. Oh, als ge dat in het openbaar zou zeggen, werd ge door het Sanhedrin verdreven. Wat heb ik dan gezegd? Ge geeft u over aan de gedachten van de man die ge hebt veroordeeld. Nu niet en nooit. De Heer God Sebaoot is onze Heer. En zijn wereld omvangt ons. De man die ik moest vernietigen had zich een God geschapen. Aangepast aan zijn eigen noden. God? Wat weten wij van God? Mozes en de profeten. De knagende honger hier binnenin ons wordt niet gestild door woorden die al lang verklonken zijn. De schrift. De schrift. Hier. Hier van binnen moet hij zich openbaren die ons vervullen zal. Hier. Opdat wij bestaan. Omdat wij hem nodig hebben, levend. Vlakbij, bemoedigend. Reddend. Die toverij maakt u uitzinnig. Simon moet u genezen. Geen enkele magier kan mij genezen. Of ik heb gedaan wat ik moest doen, of... Er is geen of. Of ik heb me vergist. En dan... Oh, blijf toch, ga niet weg. Mijn dochter. Gisteren heb je me verteld dat Asrael een landgoed heeft gekregen van Annas op Gethsemane. Ik moet Asrael spreken. Waarover, moeder? Groot onheil. Ik droomde dat Asrael olijven voor me plukte waar bloed uitvloeide. En de olijfboom bloedde ook. Geen woord hierover tegen Asrael. Ik zou niet hier zijn als ik er niet toe werd gedwongen. Ga niet naar hem toe, moeder. De dag van gisteren achtervolgt hem. Met uw droom zult u zijn onrust nog erger maken. Vertel mij uw droom. Laten we naar het vrouwenvertrek gaan, moeder. Gij laat een moeder niet bij haar zoon. Dat zal Veronica mij nooit geweigerd hebben. Asrael! Asrael! Uw vrouw verbiedt mij met u te spreken. Zij wil mij niet bij u toelaten. Luister niet naar haar, Asriel. Ik smeek het u. Laat mijn moeder spreken. Mijn zoon, ik droomde dat gij olijven plukte op Gethsemane. Ze bloedden. Geplukte granaatappels, de appels bloedden. Toen gij tenslotte vijgen plukte, zat er bloed aan elke twijg. Gij moogt die hof niet aannemen, Asriel. Hij moet, anders maakt hij Annas tot zijn doodsvijand. Het is minder erg de toren van een mens op je te laden dan die van God. Elke twijg waarvan ge een vrucht afbrak bloedde. Weiger dat geschenk. De man die gij hebt veroordeeld was rechtvaardig. Nu is het genoeg, moeder. Ziet u niet wat uw woorden al hebben aangericht? Ik hoop dat ze Asriel tot nadenken zullen stemmen. Asriel, ge kent uw moeder toch? Als wij een lap in de wind zien fladderen, ziet zij spoken. Och, wat zijn nou dromen? Flarde herinnering, niet de moeite waard erover na te denken. Dromen glijden onze slaap binnen.
beladen met allerlei resten van de voorbije dag. Maar er zijn ook dromen die zich bij ons aandienen als afgezanden. Met een geheime opdracht. Ik wil die olijvenhof niet, waarin ze die profeet hebben gevangen genomen. Ik wil hem niet. Zet die onzalige gedachten toch uit uw hoofd. Jezus, Maria Magdalena. We zouden die namen hier niet meer noemen. Hier is Rabbi Ruben, heer. Vrede zij met u. En met u, Ruben. Blijf, schone Abokai. Helaas, Rabbi, ik moet gaan. Gij hebt de tweede keer een betere keuze gedaan, Asriel. Uw gescheiden vrouw wekt alle Jezusklanten op tot haat jegens ons en rechters. Veronica, die nooit kon haten? Ze wekt iedereen op tot geloof in de Galileër, dat is hetzelfde. Ze blijft maar volhouden dat hij zich alleen maar in het graf heeft laten leggen om straks met macht te kunnen verrijzen. Eens was zij mijn vrouw. Goed, goed. Het gaat u toch ook aan? Een troep zeloten onder aanvoering van een leerlooier hier uit de buurt staat ons naar het leven. Ze wachten alleen tot hun Messias is opgestaan. Dan zullen ze wraak nemen, getrouw volgens de leer van hun meester. Ach, daar is de hoofdman. We bibberen van angst voor onze dreigende terechtstelling. Ik hoef mijn hand maar uit te steken om die dwazen te verpletteren. De gevaarlijkste tegenstanders zijn zij die hij uit de dood heeft opgewekt. Lazarus van Bethanië, een jonge man uit Nain, de dochter van een zekere Jairus. Die mensen zijn een belediging voor het gezond verstand. Gij zwijgt, Asriel. Ik denk aan de verlatenheid van een mens die de gevolgen moet dragen van zijn daden. Aan de timmerman dus. Aan de verlatenheid van de mens, denk ik. Kan men niet reeds morgen verstoken zijn van al zijn zekerheden? Geheel overgeladen aan zichzelf. Ge betreurde dat ge de oproerkraaier veroordeeld hebt. Hij was geen oproerkraaier. Mag ik u erop wijzen dat uw vonnis steunde op de dringende noodzaak rust te scheppen in Judea, moeilijkheden met onze overheersers te voorkomen en de wetten van Mozes te eerbiedigen? Uw formulering was het die mij geruststelde, omdat u een geleerd man zijt. Gij hebt ook gezegd, indien hij uit de dood zou opstaan, zouden wij er wederom het zwijgen opleggen. Dat zijn uw eigen woorden. Maar ik ben niet hierheen gekomen om te redetwisten. Ik heb een plezierige boodschap. Annas heeft ons en nog een paar mannen uitgenodigd voor een feestmaal om het herstel van de rust te vieren. Wij kunnen hem dan meteen danken voor alle bewezen gunsten. Ik bovendien voor zijn toestemming de tempelkazerne te mogen uitbouwen. Ruimte voor 50 man meer. We hebben het ondervonden. Ons geloof heeft een goede bescherming. Hard nodig. Ook ik heb reden hem te danken. Ik kreeg het privilege van 5 nieuwe standplaatsen in de tempel voor mijn geldwisselaars. Hij was een opruier. Ja, een door God gezonden opruier. Een revolutionair van de geest. Een opstandeling tegen duivelse huichelarij en leugenachtigheid. Asriel. Gij hebt staan luisteren. Uw gemoedstoestand dwong me daartoe. Waar is de akte? De schenkingsakte. Hebt ge haar weggenomen? Dat heb ik, ja. Geef hier. Hier met dat vervloekte lokaas. Ge zijt u zelf niet meester. Zeg liever, ik was mezelf niet meester. De duivel was meester over mij. Zie, verpletteren wil Annas mij met zijn geschenken. En gij helpt hem daarbij. Stuur terug die rommel. Weg ermee. De duivel mag met me doen wat hij wil. Ge behoort niet alleen uzelf. Morgen denkt gij wel anders over. Geruchten zijn gevaarlijk. Vaak maakt men van een mug een olifant. Jozef zal wel iemand vinden die geruchten kan logenstraffen. Het is al 2 uur geleden dat gij hem de stad in zond. Een half uur geleden. Messias! Wat roepen ze buiten? Messias roepen ze. Ach, dat is een waterverkoper. Je kunt toch niet in ernst geloven dat iemand uit de dood kan opstaan? Luister dan. Messias! Messias, ik ga naar buiten. Uw verbeelding voert u ten verderven. Oh, ik hoor Jozef, hij zal u geruststellen. Nee, het is Jozef niet.
gruwelijke vergelding is over ons gekomen. De engel der wraak heeft het teken der vernietiging boven Jeruzalem geschreven. Moeder, maak de verwarring niet nog groter. Dina, de zienares, heeft een visioen gehad. Hou op met die waanzin. Zwijg of ga weg. Moeders die van honger hun kinderen slachten. Een woud van gekruisigden. Romeinse legioenen als zwermen sprinkhanen. Jeruzalem verwoest, vol dood en verderf. Dat zag ze allemaal ontstaan uit het kruis van Golgotha. Moeder, Asriel gaat meer gebukt onder het lot dat hem tot mederechter maakte dan ik zeggen kan. Harteloos. Zonder een spoor van spijt blijft hij volharden in starre hoogmoed. En gij? En ik? God vergeten, wellustige vrouw, zijt gij. Zijn ongeluk. Gij hebt hem afgevoerd van de weg naar God. Welk recht hebt u mijn vrouw te beledigen? Met het recht van de moeder. Met het recht van de liefde. Asriel, ik probeer u te beschermen tegen duivelse machten. Veronica zegt dat Jezus heeft moet gezegd... Moet ik me in toorn aan u bezondigen? Ga heen. Dat is uw werk, Abokai. Verstoot me als ik u onheil breng. Moet ik me nog meer ellende op de hals halen? Oh, eindelijk, daar is Jozef. Hij zal een eind maken aan onze verwarring. Wie hebt ge meegebracht? Ge zoudt gaan informeren wat er waar was van al die geruchten. Meesteres, deze vrouw heeft alles van nabij meegemaakt. Ze heet Maria Magdalena. Ach zo. Ik heb veel over u gehoord, ja. U was steeds in gezelschap van de Galileer. Wij hebben geen belangstelling voor uw praatjes. Wat heeft dat te betekenen, Jozef? U wenste opheldering, Rabbi. Jezus is opgestaan. De dood waarmee gij hem bestreed, heeft hij overwonnen. Het graf heeft zijn macht over hem verloren. Hij die door u aan het kruishout werd geslagen, is opgestaan. Bespaar ons uw leugens. Gij hebt hem de mond willen snoeren. Gij hebt willen verhinderen dat God zich in hem openbaarde. Op 1000 vleugelen zal zijn woord doordringen tot de ganse wereld. De man die gij hebt vermorzeld, is opgestaan. Vrouw, wat zegt ge daar? Gij zijt de schrijfkunst machtig, Rabbi Asriel. Schrijf, opdat alle tijden het weten. Maria Magdalena ging met de moeder van Jacobus zeer vroeg op paasmorgen naar het graf van Jezus, dragende de specerijen. En zij vonden de steen afgewenteld. De wachter slapend en 2 engelen in blinkende gewaden die de wacht hielden. Ze zeiden, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is opgestaan. Ik vluchtte weg. Hij keerde terug. Ik zag Jezus staan in een stralend licht. Hij zeide tot mij, Maria, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. En nu, machtige Asriel, mocht gij mij doden. De dood is slechts een verandering. De dood zal mij tot hem voeren die leeft in de dood. Die vrouw is van de duivel bezeten. Van 7 duivelen heeft Jezus haar bevrijd. En van haar zonden. Alleen God kan een mens van zijn zonden bevrijden. Bezeten is ze. Dat is waar. Maar niet van de duivel. Ze gelooft heilig dat ze de waarheid spreekt. Hebt gij dat niet gevoeld? Nee, dat heb ik niet gevoeld. Ik roep haar terug. Dat kunt ge nog uzelf, nog mij aandoen. Gij zijt bang dat ze mijn verstand aan banden legt. En dat ik haar niet kan weerstaan. Gij tracht mij tegen haar te beschermen alsof ik niet goed bij zinnen ben. Ik ben toch niet ziek? Gij zijt wel ziek. Omdat ik wil onderzoeken wat gij blindelings verwerpt. Aan een ketterse leer valt niets te onderzoeken door ongelovigen. Het geloof is niet opgebouwd uit onwrikbare brokken steen zoals een tempel. Het geloof stikt of groeit door zielennood.
Mozes heeft Gods verlangens op de stenen tafelen geschreven. Op die stenen tafelen staat alles wat wij niet doen. De man die wij ter dood hebben gebracht, heeft het gezegd. Wij houden een star geworden geloofveil. Heffen tienden op meel, olie, zout en specerijen tot lof en eer van God. God is nuttig. Zijn woord is koopwaar waar wij listig winst uitslaan. Wij hebben slijk in de zielen gestort en zonden in de harten. En wie ons durft te wijzen op deze gruwel en ons van zonden wil reinigen, slaan wij aan het kruis. Laten we over iets anders praten. Ik stuur Jozef achter haar aan. Ter wille van onze liefde, doe dat niet. Ik zie geen liefde in uw blik. Noem het zoals ge wilt. Toorn, afgunst, verblinding, spijt. Meester haat u. Ruben wantrouwt u. Ze hebben u belasterd bij Annas. Dat zult ge vanavond wel merken bij het feestmaal. Ik ga niet naar Annas. Naar het feestmaal naar Beulen. Wegblijven is onmogelijk. De dood van de Galileer was onvermijdelijk. Het was moord. En wat dan nog? De sterke beveelt de zwakke. Zo hij niet gehoorzaamd wordt hij verpletterd. Zoals gebruikelijk onder Satans kinderen. Hij heeft op een gruwelijke manier gelijk gehad. Gebruik toch uw verstand. De hoge priesters zijn rijk als koningen. Ruben is schatmeester van de tempel, groot grondbezitter. De hoofdman van de tempel is opperbevelhebber. Veel rijken van onze stand zijn gehaat bij hun schuldenaars. Afgunstigen, onderdrukten, belastingweigeraars. Allemaal zagen ze in Jezus hun man. Hij moest uit de weg geruimd worden. De machthebbers vragen niet wat u beweegt. Hun God is de mammon. Maar mijn God... Lafheid bij de overwinning wordt tirannie. Dit is het einde van het eerste spoor. Mijn God. Lafheid bij de overwinning wordt tirannie. Hebzucht gaat over lijken. En daarom dat feestmaal. Het feestmaal. Waar ge Annas weer voor u moet zien te winnen. Als hij bemerkt dat ge zijn aanzien in gevaar brengt, zal hij u verstoten. Verstoten word ik. Welke kant ik ook kies. Maar ge leeft niet alleen voor uzelf. En voor de schone schijn die eer heet. Ik eerbiedig uw gevoelens. Ik begrijp uw denken, voel uw afschuw. Veronica is ook met uw dood tevreden. Met uw offerdood, al was het een marteldood. In haar ogen zal die u verheffen. Mij zijt ge lief zoals ge zijt. Rechter of moordenaar, van God of van Satan. Ik ben zo bezorgd om u. Wie ben ik dat ik mezelf zo belangrijk vind? Waarom tracht ik uw geluk te vernietigen, Abokai? Wij spiegelen onszelf vermetelen overwinningen voor. Gewetensnood, bedenkingen, berouw, schaamte, voorbijgaande opwellingen uit het moeras van mijn innerlijk. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Kom! Kom op naar het feestmaal. De duivel toe drinken. Wat hindert het dat men zijn eigen ziel bespuwen moet? De ziel is onze sluwste tegenstander. Vecht niet tegen uw schepper, Asriel. Ik vecht niet. Het beest binnenin me vecht. Grijp met zijn klauwen naar leven, naar wellust, naar zijn bloedige prooi. Ik ga naar het feestmaal. Buig me voor Annas. Ga zitten naast Ruben. En prijs mee zeg. Rabbi, hier is Rabbi Ruben. Vrede zijn met u, Ruben. De vrede is van mijn zijde geweken. Laat me met Asriel alleen, schone Abokai. Verlaten is de mens, waarheen hij ook gaat. Naar wie hij ook luistert, wat hij ook vraagt. Met een verschrikkelijk zwijgen bespot hem zijn eigen onmacht. Heb ik onlangs niet ongeveer hetzelfde gezegd? Ge hebt zoveel gezegd, wijze Asriel. Dat is juist mijn ongeluk. Dat ik u voor een wijs man aanzag. Had ik maar geen acht geslagen op al uw redeneringen. Wat hebt ge niet de spot gedreven met toverij? Dat doe ik nog. Volgens uw advies heb ik mijn magier ontslagen. Uit bezuiniging hebt ge hem laten gaan. Vertrouwend op u. Nu moet ik ervoor boeten.
Geef me alsjeblieft wat water. Hier. Ik kan niet naar het feestmaal. Waarom niet, Ruben? Geef me nog wat water. Vervloekte toverij. Het kan niet waar zijn. En toch... Waarom spreekt ge zo moeilijk? Gisteren heeft een vrouw op straat me openlijk vervloekt. Mogen God uw keel dichtspijkeren, zei ze. En dan met net zulke lange spijkers als waarmee jullie de Messias aan het kruis hebben laten slaan, schreeuwde ze. Midden in mijn gezicht. Wat kan u zo'n vrouw schelen? Asriel, sedert die vrouw me vervloekte, voel ik iets in mijn keel. Maak je niet ongerust, Ruben. Ik voel als het ware een lange scherpe spijker in mijn keel. Het is onmogelijk en toch... Ik kom bij u, omdat gij lacht om toverij. Dat moet ge toch ook een middel tegen weten. Ik voel hem hier, in mijn keel. Water, water, ik kan hem niet wegkrijgen, water. Jozef, water. Hoort ge dat? Moordenaar roepen ze. Daar bedoelen ze mij mee. Water, water. Messias, Messias. Het lijkt wel of iedere kreet de pijn hevig gemaakt. Ik zal nog stikken. Ugh. Die spijk. Ja, kramp in de slokdarm. Ga naar een heelmeester, Ruben. Die kon niks vinden. Gij, Asriel, kent alle boeken over magie. Help me. Ik ben geen magier, Ruben. De God onze vaderen zal u helpen. Gij helpt me dus niet. Ik wist wel dat ge me haatte. Voor ge mij beschuldigt, Ruben. Gij hebt zelf gezegd dat ge de spijkers waar Jezus aan gehangen had zou verslinden als hij op zou staan uit de dood. Gij zou de profeet voor de tweede maal aan het kruis laten slaan als hij zou opstaan. Op u heb ik vertrouwd. Ik zou nooit zo ver gegaan zijn. Ik kan me vergissen. Asriel, ik zal u een talent zilver geven als ge me bevrijdt. Ik kan niet toveren, Ruben. Waarom zoek ik mijn heil bij u? Gij zijt een duivel. Men zegt dat hij is opgestaan. Men zegt dat hij zijn graf verlaten heeft. Ik ga hem zoeken. Misschien heeft hij erbarmen. Wat is er met Ruben aan de hand? Ik zag hem als een dolle wegrennen. Ruben is ziek. Ziek? Ruben? Ziek, ja. In zijn hoofd. Ruben, die altijd zeker was van zichzelf. Het wandelend verstand, zoals gij hem altijd noemde. Niets is zeker. Ook het verstand niet. Zijn eigen woorden verstikken hem, niet Jezus. Jezus is dood. Dood. Ik heb het zelf gezien. Van woede en smart halen zwakzinnigen zich allerlei fantastische dingen in het hoofd. Iets anders is het niet. Toch... Toch, toch, wat dat woord me al niet gekweld heeft. Op mijn terugtocht naar huis raakte de pijl van een rover bijna mijn hoofd. God heeft mij beschermd, dacht ik toen. Nu weet ik dat een demon mij de genade brengende pijl deed missen. Ik dank God op mijn knieën dat hij u gered heeft. Gered? Gespaard voor een duivelse schuld? Waarom moet ik juist leven in een tijd die 's werelds loop doorbreekt? In de wereld gezet als een man die beslissingen moet nemen. Gedoemd datgene te schatten dat onschatbaar is. Verantwoordelijk gesteld voor mijn gebrekkig denken. Ik kan deze verschrikkelijke last niet langer dragen. Godzoon. Ik hoor Jozef met een bezoeker praten. Ge zijt buiten uzelf. Oh. Zo kunt ge u niet vertonen. Ga naar het vertrek hiernaast. Wat zoekt ge hier, Veronica? Dit huis is niet meer het uwe. Ik kom niet als vijandin. Hoe kan ik u bewijzen dat ik u niet haat? Daar weet ik alles van. Veronica kan niet haten. Niet gij hebt het leed in mijn leven gebracht, Abukai. Het ontstond in mijzelf. Ik zag alleen de wonden en de honger om mij heen. Maar dat Asriel aan mijn zijde leed,
zag ik niet. Ik ben schuldig. Waarschijnlijk wel, ja. Maar al die ellende te zien en dan niets aan te veranderen, zou dat ook geen schuld betekend hebben, Abukai? Misschien. Misschien niet. Ik ben gekomen voor Asriel. Ik sta niet toe dat gij hem nogmaals kwelt. Zijn ziel kwelt hem. In mijn hoovaardige trots wilde ik hem de ogen openen. Tot ik inzag dat hij veel erger leed dan ik. Wij maken moeilijke dagen door. De dagen van wanhoop zijn voorbij. Jezus is opgestaan. Dat is onmogelijk. Hoe durft ge zoiets te beweren? De dageraad legt getuigenis af van de zonsopgang. Evenals uw ogen van het feit dat ik hier voor u sta. Het graf is leeg. Als het waar is wat gij zegt, wee dan zijn rechters. Hij is niet opgestaan om te vergelden. Wij hebben een middelaar gekregen tussen God en de mensen. Asriel moet dat weten. Laat mij bij hem. Hij kan uw woorden niet verdragen, al zijn ze nog zo waar. Voor hem zijn ze verpletterend. Ga nu. Brengt gij hem mijn boodschap over, Abukai? Als hij in twijfel dreigt onder te gaan, zeg hem dan: het laatste woord is aan de barmhartige God. Rabbi Meser wenst mijn meester te spreken. Vrede met u, Abukai. Wij leven in een tijd vol genade. De vijandinnen verzoenen zich. Gezoekt Asriel? De terechtgestelde profeet heeft zijn graf verlaten. Daarover wilde ik Asriel spreken. Voor zover ik weet is Asriel weggegaan. Maar Jozef zei... Jozef is het hoofd kwijt door al die drukte over de Messias. Hij weet niet meer wat hij zegt. Ge zult Asriel hier niet aantreffen. Men fluistert dat de overpriester Asriel afvallig is geworden van geloof en wet. En alleen maar uit angst om zich te dekken voor de dood van de profeet heeft gestemd. Wie durft zulke schandelijke dingen over hun man te zeggen? Lastertongen overdrijven altijd. Uw echtgenoot, schone Abukai, is te veel met zichzelf bezig en te weinig met wat er om hem heen gebeurt. Hij moet zijn plaats in het Sanhedrin zien te behouden en ik vrees... Wat vreest gij? Dat hij moeilijk onderscheid kan maken tussen wat wenselijk en wat noodzakelijk is. Rabbi Ruben is veel nuchterder. Rabbi Ruben verliet met spoed ons huis. Asriel dacht dat hij ziek was. Misschien noemt Asriel hem wel ziek, omdat Ruben zo zakelijk is. Ruben schijnt te denken dat hij spijkers heeft ingeslikt. Oh ja, en Ruben heeft ons beloofd dat hij de spijkers zou inslikken als de Messias zou opstaan. Als Ruben de spijkers inslikt, mag het kruis mij verpletteren, spraken wij af. Wat voor boetedoening heeft Asriel uitgedacht voor zichzelf? Zet hij een deurnen kroon op? Schrik maar niet, Abukai. De volgelingen van de Messias hebben de wachters omgekocht en het lijk gestolen. Die omkopers moeten onschadelijk gemaakt worden. Een vrouw uit Magdala... heeft een visioen gehad. Ik weet het. Als een lichte kooi gaat femelen. De kwestie van de Romeinse wachters is vervelender. Eerst hielden ze zich bewusteloos, daarna stom. Ik heb ervoor gezorgd dat ze door de tempelwacht zijn opgesloten en ik heb ze zonder getuigen kunnen verhoren. Wat zij me probeerde wijs te maken klonk gevaarlijk genoeg om groot onheil te stichten. Wat vertellen ze dan? Leugens. Fantastische verhaaltjes, ingegeven door oproerige elementen. Toen ik hen eens goed aan de tand voelde, bleken ze heimwee te hebben en schulden. Ik beloofde hen overplaatsing naar Rome in een hogere rang. Als ik het goed begrijp,
Hebt ge hen dus omgekocht iets anders te getuigen? Ze herinnerde zich dat ze een paar mannen met breekijzers gezien hadden die met vuur naar hen gooiden. Ze hebben het mij bezworen en zullen het voor het Sanhedrin bevestigen. Het is mogelijk dat er bij flarden van hun eerste verklaring komen bovendrijven. Daarop moet Asriel wel voorbereid zijn. Dat kunt gij het beste doen. Gij zijt verstandig en nuchter. De bijeenkomst is in het eerste uur van de middag. Rabbi, Asriel zal geen kromme wegen inslaan. Er is maar één weg, recht of krom. De weg van de dwingende noodzaak. Is er iemand die aan die opstanding gelooft? Maria Magdalena. Die verdient de zweep. Hebt ge haar gezien of gesproken nadat... Nadat wat? Nadat bedrog dat veel boosaardiger is dan welke toverij ook? Denk ge soms dat ik bezwijk voor een paar mooie ogen? Ik zeg u dat ik mijn eigen weg zal gaan. En wie mij in de weg treedt, beschouw ik als een vijand van Judea. Vergeef mij. Onbeheerst optreden tegen een schone en verstandige vrouw kan alleen iemand overkomen die dag in dag uit met samenzweerders en tegenstanders omgaat. O ja, het feest bij Anna's gaat niet door. Het is nu de tijd niet om te feesten. Wij zullen moeten strijden. Strijden. Tegen een leeg graf. Asriel, hebt ge ons gesprek gehoord? Nee. Ik hoorde een stem die zei: gij zijt geen kinderen Gods, maar kinderen van Satan. Meester was hier. Als ge ons niet afgeluisterd hebt, wat hebt ge dan gedaan? Ik streed met de man die niet in zijn graf bleef. Evenals Meester. Die strijdt ook met de man die niet in zijn graf bleef. Maar op een andere manier dan gij. Als ik mijn ogen sluit, doemt een verwrongen gezicht voor me op. Een grijnzende demon. Meester verwacht u over een uur in de tempel. Om mee te strijden. Hier is de brief van Annas, Asriel. Doe ermee wat ge wilt. Goed dat ge hem verborgen hield. Ik had hem willen verscheuren. En nu? Ik wil het leven toebehoren. Dat ben ik u verschuldigd. Gij houdt van het leven, hoe het ook is. Geef hier die brief. Ik ben niet minder grootmoedig dan zij die voor u vecht. Ik volg u waarheen gij gaat. Laat komen wat komt. Abokai, durf dat wagen? Durft gij de grond onder onze voeten tot een afgrond te maken? Breken met Annas, waarvoor ge mij met alle kracht die in u is hebt gewaarschuwd? Niemand zal ons helpen. Wij staan alleen. Misschien niet helemaal alleen. Hebt ge dan niet gevoeld dat ook ik strijd? Met de man die niet in zijn graf bleef. Genoeg. Onze wetten zijn onwrikbaar. Wilt ge dan dat de Romeinen heel Jeruzalem aan hun zwaard dreigen? Een Messias die is opgestaan. Spreekt gij uw woord zo gewild, ik zal de man voor de tweede maal tot rust brengen. Rust alleen kan ons behoud zijn. Wie die rust tracht te verstoren, is een vijand van Israël. De rust waarin we dreigen te stikken, ja. De vette jaren hebben onze geest gedood. In nood en ondergang kan de wederopstanding verborgen liggen. De Galileer. Tempelwacht! Rabbi Messer. Tempelwacht, stuur 20 man met stokken. Jaag die schreeuwers uiteen. Gelukkig heb ik nog steun aan Ruben. Die heeft het gif in deze leer tenminste onderkend. Een gif dat de staat aantast tot in het merg. Als ge rijkdom en onrecht het merg van de staat wilt noemen.
Ruben heeft mij aangeraden alle rustversteurders voorzichtig bij elkaar te brengen. Hier is de lijst. Gij zult het er wel niet mee eens zijn. Hij stelde voor deze verstokte mensen aan de Arabieren te verkopen en de opbrengst. Op Rabbi Ruben hoeft gij niet te rekenen. Hij had een gezwel in zijn keel. Daar is hij in gestikt. Men heeft hem gevonden voor het graf van Jezus. Dood. Zijn allerlaatste gang was nog maar de plaats van het bedrog. Ruben is een voorbeeld van mozaïsche plichtsbetrachting. Ruben dacht dat hij een spijker ingeslikt had. Ik kan uw logische gedachtegang volgen. Ruben stikt in de spijkers. Ik word verpletterd door het kruis. Op dit ogenblik zijn ze bezig het kruis in stukken te zagen. Dan kan het op mij vallen. Maar laten we bij de zaak blijven. Aanwezig bij het graf waren alleen de twee wachters. Hun getuigenis heeft waarde en zal in de annalen van de geschiedenis worden opgetekend. Daarom ben ik ook gekomen. Ik hoop dat uw vrouw u goed heeft geadviseerd. Zo goed als maar mogelijk was. Goed dan. Breng de Romeinse soldaten hierin. Hier is het decreet. Getekend Pontius Pilatus, vriend des keizers, Romeinse ridder, procurator van Judea, bevelhebber over het 10 en 12 legioen plus de hulptroepen. Geldig gezegeld. Lees. Reisgeld tot Rome, plus een beloning voor uw waardevolle waarnemingen. Hier is het proces verwaald. Asriel, gij hebt het gelezen. En gij, soldaten, hebt gezworen dat het juist is wat erin vermeld staat. Teken het en begeef u op weg naar de schone Romeinse vrouwtjes. Kom, waar wacht hij op? Aurelius is van mening veranderd. Hij wil niet tekenen. Wat zegt hij? Wel, Aurelius? Ik ben dit vervloekte land waar zelfs de doden nog bewaakt moeten worden zat. Meer dan zat. Maar één ding wil ik u zeggen. Vooruit! Teken. En verlaat Palestina zo vlug mogelijk. Teken! Waarom zijt gij tot andere gedachten gekomen? Ik zie de hele tijd zijn gezicht voor me. Wiens gezicht? Spreek op! Zijn gezicht voor wiens graf wij moesten staan. Het licht dat van hem uitstraalde brandde in mijn ogen. Het licht en het gezicht. Volgens het Romeinse recht staat op mijn eed om militairen de doodstraf. Gij hebt gezworen uw getuigenis te bevestigen. Rabbi Ruben is daarvan getuige geweest. Ruben. Wij getuigen niet tegen een profeet die niet in zijn graf blijft. Wilt ge daarmee zeggen dat ge gezien hebt dat de dode het graf verliet? Genoeg! Gij zijt omgekocht. Wacht! Wij getuigen niet tegen de profeet. Wij trekken onze getuigenis in. Die is ons afgeperst. Gij blijft in hechtenis. In hechtenis? Wij, keizerlijke legioensoldaat. Wij zijn Romeinen. Gij doet hier dienst als wachters. Breng ze weg. Ik had nog wel een paar vragen willen stellen aan deze wachters. Die zal ik dan wel beantwoorden. De diefstal van het lijk is niet bewezen. De diefstal van het lijk moet bewezen worden. Als zij het procesverbaal niet tekenen, dan maar een paar anderen. En tekenen zij het wel, dan zullen ze er niet ver mee komen. Hoezo? Enkele talenten zilver zullen Pilatus wel duidelijk maken dat de wachters uitgeschakeld werden door de aanhangers van de Messias. Waarop Pilatus bestraffing van de schuldigen zal eisen. Waardoor wij weer verlost worden van een paar Jezusroepers. Ook ik heb toegang tot Pilatus. Op het ogenblik zijt gij hier. Gij schijnt te denken dat de timmerman ook mij al door het hoofd begint te malen. Asriel, als gij achter deze opstandeling staat, staat ge op tegen de wet. Hij weerstreefde de ordening Gods, die fantast uit Galilea. Ge vergist u. Hij weerstreefde de ordening van Satan. Al zou ik me vergissen. Ik kan mij dat permitteren. Ik wens niet langer deel uit te maken van het Sanhedrin. Ge geeft de hoge priester het lastige ambt terug. Ter ere van de daadwerkelijke naastenliefde, zeker. De deur is gegrendeld. Wat heeft dat te betekenen? Misschien is de uitgang langs de Romeinse wacht.
dichterbij. Gij wilt me dus verhinderen mijn eigen weg te gaan. Gij zijt een vijand van God, een onruststoker. Gevaarlijke dwazen legt men aan de ketting. Men vermoordt ze, zoals ik van u heb begrepen. Ik ga proberen de legioenssoldaten tot andere gedachten te brengen. Gaat ge mee? Anders kunt ge met uw vriend Socrates bezighouden. Of u een verbinding stellen met vriend Jezus. Misschien weet hij wel raad met gegrendelde deuren. Wat betekent Rabbi, dat? Rabbi Meester is neergeslagen. Rabbi Meester is neergeslagen. De legioensoldaten hebben hem neergeslagen. Met hout van het kapotgezaagde kruis. Op bevel van Rabbi Meester hebben ze het kruis in stukken gezaagd. Het kruis waar Jezus aan gestorven is. Als waarnemend hoofdman van de tempel beveel ik de soldaten naar de Romeinse wacht over te brengen. Mijn mannen hebben hen al neergestoken. De wachters van het graf. De enige getuigen die hem het graf hebben zien verlaten. God heeft de ordening van de natuur doorbroken. Deze man moet uitverkoren zijn tot heerschappij. Ik hoor wel wat gezegd. Maar gij hoort niet wat ik tot mezelf zeg. Door de dood van Meester zijt ge bevrijd van een man die u haatte. En de dood van Ruben? Die verloste u van iemand die te veel van u wist. En de dood van Asriel, waar zal die me van verlossen? Maar gij leeft. Ik was altijd graag in uw nabijheid. Gij hebt toch niet gezworen dat ge spijkers zou verslinden? Of dat het kruis u zou vermorzelen? Ik heb niet gezworen dat ik de spijkers zou verslinden. Nog dat zijn kruis u zou vermorzelen? Nee. Nou, dan hoeft ge de dood ook niet te vrezen. Deze man genas zelfs het afgehouden oor van de dienstknecht die hem gevangen wilde nemen. De zielen van zijn moordenaars geneest hij niet. Hij heeft gesproken over vergiffenis terwijl hij stierf. Dat hebt ge zelf gezegd. Wie is toch deze man? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik aan de kant van het onrecht sta. Maar gij haat hem niet, zoals Ruben en Meester. Ik haatte hem wel, omdat Veronica hem boven mij stelde. Mijn woorden kunnen niet doordringen tot u. Ik ben te zwak. Ik weet een sterkere vrouw voor u. Veronica komt uw ziel veel meer nabij. Ik zal haar bij u brengen. Gij, Abukai. Veronica weet alles van Jezus. Zij kan u van uw smart bevrijden. Weet ik dan niet genoeg van hem? Hij lijkt me dichter bij God te zijn dan Mozes of Elia ooit waren. Wat heb ik dan nog meer nodig om te wanhopen? Abukai! Abukai! Het lijkt wel of het hele huis vol boze geesten is. Jozef! Jozef! Jozef, beschouw mij voor één keer niet als uw meester, maar als een gewone sterveling. Waarom houdt gij van Jezus? Omdat hij een voorbeeld voor ons was en ons leerde het aangedane onrecht te vergeven. Omdat hij de hemel toegankelijk heeft gemaakt voor iedereen. Voor iedereen, Jozef. Voor iedereen die in genade gelooft. Het is goed zo. Breng me water en een beker. Dan kunt ge gaan. Asriel, de dienstknechten van Annas, gewapend met knuppels. Ze sleuren de mensen uit hun huizen. Vrouwen, kinderen, grijsaards. Zieke kreupelen. Veronica is gevlucht, opgevangen genomen. Ze dwongen een vrouw om te zeggen, Jezus is een bedrieger.
Toen ze in plaats daarvan zei, heeft me van mijn melaatsheid genezen, sloegen ze haar met een knuppel in het gezicht. Oh, Asriel, breek niet met Annas. Ik ben bang. Probeer u naar Annas te schikken. Hij kent geen genade voor zijn vijanden. Ga naar uw vader, Abukai. Vlucht. Meester spreekt niet meer. Ruben ook niet. Zij alleen kenden uw twijfels. Ga naar Annas alsof er niets gebeurd is. Nog is hij u welgezind. Nog is het niet te laat hem te danken. Ge zijt het mij verschuldigd. De profeet zal daarover niet vertoornd zijn. Misschien niet, maar hier binnen in mij heb ik de brief van Annas. Hier binnen in mij is Gethsemane. Vergeef alles wat het land opbrengt aan de armen. En waarom draagt ge het bij u, dat verschrikkelijke document? Ik, onzalig, heb het verscheurd. Maar dat is niet belangrijk. Niemand zal het opeisen. Toch wel. Mijn zelfrespect eist het op. Annas sieraden kwellen mij ook. Ik moest ze voor u verbergen. Hier. Ik wil ze nooit meer dragen. We zijn verloren, wat we ook doen. En gij hebt gezegd, in de ondergang kan de wederopstanding verborgen liggen. Ondergang, smart, hoon. Marteling, dood. De Galileer bleef niet in zijn graf. Wij zijn maar mensen. Hulpeloos overgeleverd aan boosheid, aan gruwelijkheid. Veronica wilde u spreken vanmorgen. Ik heb haar weggezonden. Ze vroeg me u te zeggen, het laatste woord is aan de barmhartige God. Rabbi, ik ben voor niemand te spreken. Hebt ge mij begrepen? Rabbi, de hoge priester Annas is met zijn gevolg op weg naar uw huis. De hoge priester komt mij bezoeken. Annas, gevolgd door zijn dienstknechten met knuppels. Annas kan zich nu toch niet in Jeruzalem vertonen zonder bescherming. Steeds zijt ge onvoorzichtig geweest. Waarom zoudt ge uw hart blootleggen aan slechte mensen? Ze verdienen het niet. Ge hebt duizendmaal gelijk. Daar is hij. Vrede zij met u. En met u, Rabbi. Mijn dank is te nederig voor u. Mijn drempel te gering. Gij hebt grote plannen ontworpen, Asriel, om de slechte tijden het hoofd te bieden. Uw zienswijze zij geprezen. Nog nimmer had Jeruzalem meer behoefte aan waakzaamheid. Ontzeg mij uw tegenwoordigheid niet, gij dochter van Zion, die bloeit als een roos in de ochtend stond. Waarlijk, uw vrouw heeft geen sieraad van nodig om te schitteren. Asriel, ik heb op uw komst gewacht na al de doden die vandaag gevallen zijn. Vergeefs echter. Daarom ben ik zelf tot u gekomen. De afgelopen dagen hebben te veel van ons gevergd. Hebben al onze verworvenheden een ander aanzien gegeven. Ons losgescheurd van onszelf. Zo is het. Wat Ruben en Mezach overkomen is, bevestigt uw woorden. Hoe kan zulk een helder denkend mens als Ruben struikelen over bijgeloof? Een schrijnend verlies voor de tempel. Schrijnender nog is het verlies van Mezach. Een steunpilaar van het recht, een schild des geloofs, een brug naar een veilige toekomst is ons met hem ontvallen. De onruststoker die onze geestelijke wereld bedreigt is terechtgesteld. De fantasie der armen doet hem weer opstaan uit het graf. Wij zullen voorzichtiger en onbuigzamer mannen nodig hebben om deze opstandeling desnoods met spijkers aan zijn graf vast te nagelen. Ik denk hierbij aan uw profetische woorden, Asriel. Indien Jezus uit de dood zou opstaan, zouden we hem wederom het zwijgen opleggen. Welaan, grijp de hamer, smeet de spijkers en werp het spookbeeld terug in zijn graf, zoals een verantwoordelijk hoofdman des tempels betaamt. Ik? Hoofdman des tempels? Wie zou er beter voor geschikt zijn dan mijn ver vooruitziende Asriel? Uw eerste opdracht zal zijn Pilatus op een plausibele manier duidelijk te maken dat de twee wachters gedood werden door volgelingen van de Messias, wat Mezach ook van plan was. De vrijwel gelijktijdige dood van Mezach begunstigt deze lezing. Verder zult ge enkele ergerlijke dingen moeten weerleggen. Lammen die voorgaven weer te kunnen lopen, blinden die zeiden weer te kunnen zien,
Melaatse die zogenaamd gereinigd werden. Nou, priesters die erbij aanwezig waren hebben getuigd. En wat dan nog? Verdwenen, vergeten. Ruben stelde voor deze wandelende wonderen in een ver land te verkopen. Dat stelde hij voor, ja, maar... Ik weet het, ja. Ook daar zullen ze hun mond niet houden. Het zou verstandiger zijn hen voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Het volk... Vergeet zo snel. Ik begin steeds meer overtuigd te raken dat Jezus waarlijk geloofde... Dat hij gezonden was om de wereld in opstand te brengen, zeker. De opstand die hij predikt is onbegrensd. Een onbekende God wil heersen over de zielen die de Heer God Sebaot heeft geschapen. Een barmhartige God wil aandeel hebben in de onbarmhartige schepping. Wij zouden een bloedige tweespalt over ons afroepen indien we aan zulke splitsing van God meehielpen. Als deze van God gezondene niet in zijn graf wil blijven, als hij wil voortleven in de gedachten van anderen, blijft ons maar één ding over. Al die anderen te vernietigen, hoofdman. Snel en grondig. Doch macht alleen is niet voldoende in deze verraderlijke dagen. Zij moet vergezeld gaan van wijsheid. De gedachten van de Galileer moeten geluidloos in de kiem gesmoord worden. De wereldgeest moet heersen. Niet een wereldvreemde geest. U heb ik nodig. Gij zult groot zijn in Judea. Machtig, rijk. In het dal van de Kedron liggen waardevolle bezittingen van mij, grenzend aan Gethsemane. Die zullen uw eigendom zijn zodra je deze man hebt overwonnen en teruggeworpen in zijn graf. Rabbi. Waarom aarzelt ge? Gezegend hij die de boosdoener verdelgt, zo sprak de Heer. Rabbi, het laatste woord spreekt de barmhartige God. Wat wilt ge daarmee zeggen? De aarde van Gethsemane drukt te zwaar op mijn schouders. Neem uw geschenk terug. De man die niet in het graf bleef, heeft ook mij overwonnen. U hebt geluisterd naar De man die niet in het graf bleef, een hoorspel van Marcel Dornier in de vertaling van Katja Spierdijk-Ernst. De rolverdeling was als volgt. Jozef, Paul van der Lek. Asriel, Hans Veerman. Maria Magdalena, Tine Medema. Ruben, Hans Karsenbarg. Meeser, Rob Gerards. Gut, de moeder van Asriel, Wiesje Bouwmeester. Abokai, Asriels vrouw, Willy Bril. Veronica, Corrie van der Linde. Tempelwacht, Dick Scheffer. Aurelius, Jan Wechter. Glaucus, Frans Vaassen. Twee soldaten, Floor Koen en Rudy West. En Annas, de hoge priester, Johan Schmitz. De regie had Wim Pauw. Dit is het einde van dit hoorspel. Wilt u voor een volgende luisteraar deze band doorspoelen naar het einde van dit spoor?